Zaterdag wacht de nummer 4 van de competitie, FC Utrecht. En tijdens het wekelijkse persmoment blikte NEC-TV vooruit met oefenmeester Peter Uballa. Peter Uballa, hoe heb je de kater van afgelopen week weggespoeld? Ja, met training. Iedereen heeft jou ook gevoeld dat ik na de wedstrijd frustreerd was, maar ook de spelers. Maar dat is natuurlijk dan, ben je op de persconferentie en dan ben je direct aan beginnen weer na te denken wie we de volgende wedstrijd tegen Utrecht winnen. Omdat ja, die wedstrijden worden natuurlijk alle minder nu. En we hebben slechte resultaten gehaald de laatste weken, maar heel goede wedstrijden spelen laten. En dat is eigenlijk dat engeltje en deuveltje wat ik heb. Dat is op de ene manier zie ik zo'n super ontwikkeling in het team en een echt goede proces. Maar we winnen niet in het moment. En nu moeten we natuurlijk zien dat we deze wedstrijden verder goed spelen. Maar we moeten winnen, anders komen we een heel grote probleem. En dat weet de groep, dat weten wij als trainers. En daarom was in Den Haag, in de kleedkamer, was iedereen ja, frustreerd, maar ook nu niet 3 dagen lang. Dat was een half uurtje en dan ja, de spelers gaan douchen, ik ga naar de persconferentie en dan gaat het de volgende dag ook verder. Ja, FC Utrecht, de tegenstander, heeft 14 verschillende doelpuntenmakers. Typeert dat dan ook eigenlijk de sterkte en eigenlijk ook de veelzijdigheid van dat team? Ja, ik vind nog een keer, dat is een team, de offensieve is heel goed. Maar ze hebben zich echt gevonden. Zo, de laatste 2 wedstrijden hebben ze niet gewonnen tegen ADO en tegen Heracles. Dan zie je toch, ze maken echt vaak dat spel. Ze willen dominant optreden. Ik denk morgen ook. Erik heeft een heel goede verstand en idee van een offensieve voetbalfilosofie. En je ziet dat iedere speler weet wat hij doen moet. Dan zie je dat toch een goede handtekening ook van de trainer. En ze hebben heel veel mogelijkheden in de wissels. Ik denk ze hebben ook heel veel blessures, 7-8. En hebben toch nog altijd een goede team staan. Dan zie je toch dat FC Utrecht financieel en sportief een stap verder is dan wij. Als we mogen kijken naar onszelf, NEC, dan is het zo dat NEC eigenlijk in de openingsfase, als ze dan scoren, eigenlijk altijd wel de wedstrijd ombuigen in winst. Of in ieder geval minimaal gelijkspel. Hamer je dan ook als training zeg maar, op de beginfase? Ja, morgen ja. In thuiswedstrijden altijd, maar ook bij ADO, daar beginnen we ja echt goed. Het is bij ons in het moment dat probleem, we spelen goed, ook het team heeft een goede feeling. Team en spelers en trainers zijn echt samen. Het is eigenlijk alles goed, daarom zijn we ook alle rustig. Also, het is niet zo dat wij iedere dag daar rondschreeuwen en altijd negatief zijn, maar die resultaten zijn niet goed. En dat is heel raar, zo'n beetje. Ne? Je ziet ook in het trainingsproces. Gisteren doen we een training. Ja, dat is fantastisch. Tactisch was dat heel goed. Van de scherpe was dat goed. Wie die jongens lopen is goed. Concurrent, wedstrijd tussen elkaar is echt goed. Ja, en dan ADO was heel goed. Was een van de beste wedstrijden die we gespeeld hebben. En dan fleut de scheids af. En ik denk, nee, dat klopt nog hier wat niet. Het resultaat klopt niet. En dat is wat we zoeken. Als je daar zo'n goed gevoel bij krijgt, dan moet het toch gewoon een keer een ommekeer komen? Ja, en daar houden we ons ook al vast. En ik hoop dat het morgen gebeurt. En dan ook de volgende wedstrijden. Ook sprak NEC-TV met aanvaller Jordan Larsen. En hoe denkt hij dat NEC zich gaat revancheren tegen de ploeg uit de Domstad? Yeah, it will be a tough game. I mean, Utrecht are a good team. They play a lot of football. But we are at home and we are also a good team, even though we've had bad results the last games. So we have to be positive and believe in ourselves and play the game that we can. For example, what are the chances against FC Utrecht? Yeah, I mean, they play a lot of offense. The whole team goes up, so there are a lot of spaces in behind. So we could use the counter-attack. That's one thing that is good for us. We are also good at it, and we have fast players. So that is one thing that we could use. But also, we are also a good team at holding the ball. We can also use that to punish them.